Ik ben Aaltje Vincent, ik ben ervaren loopbaanprofessional en jobmarketeer. 2 jaar terug is mijn boek verschenen over jobmarketing. En ik zit ruim 20 jaar in het vak en ik heb daarin honderden mensen getraind in hoe zij een nieuw werk kunnen vinden. En mijn naam is Jacques Valkenburg, ik ben ervaren recruiter. Al die 13 jaar zit ik in het vak en werk sinds 2004 met LinkedIn. Ik heb er een boek over geschreven en train recruiters hierin hoe ze dat het beste kunnen gebruiken om de beste kandidaten te werven. Mij wordt dus heel vaak gevraagd, maar waarom moet ik nou op dat LinkedIn? En dan zeg ik, nou weet je, banen in Nederland worden veelal via persoonlijke contacten vervuld. Dat blijkt keer op keer weer en dat is ook zo oud als de mensheid. En als je dus een compleet en professioneel profiel hebt op LinkedIn, dan kunnen mensen je snel ergens introduceren. Ja, en inmiddels zijn er al 1,2 miljoen LinkedIn gebruikers. Daarmee is het ook weer een heel belangrijke bron geworden voor recruiters, omdat zoveel mensen actief zijn. Ja, en als je dan een nieuw beeld bent voor een nieuw werk, dan wat recruiters doen is echt kijken op het internet welke sporen jouw naam daarachter laat. En dan komt meestal LinkedIn als eerste naar boven. En dat achten ze zeer betrouwbaar, omdat je zelf de regisseur bent van jouw profilering op LinkedIn. Ja, en een andere ontwikkeling is dat bedrijven steeds vaker op zoek gaan naar personeel. In plaats van dat ze gevonden worden, gaan ze op zoek naar personeel. En dan zijn databases als LinkedIn ook weer een hele belangrijke bron van informatie en kandidaten natuurlijk. Ja, en wat is nou een goed profiel? Nou, een goed profiel is gericht op het werk dat jij ambieert. Dus dat je jezelf zo voor het voetlicht zet dat iedereen kan zien, ja, dat is de precies toegesneden kandidaat voor deze functie. En realiseer je ook dat LinkedIn wel je openbare cv is. Ja, en omdat er zoveel mensen actief zijn op LinkedIn, is het belangrijk dat je profiel helemaal compleet is. 100% compleet is erg belangrijk. Inclusief aanbevelingen van anderen om meer onderscheid te maken op dat grote internet. En daar merk ik natuurlijk de meeste schroom hier in Nederland. Dat mensen tegen mij zeggen, ja, je gaat toch niet in het openbaar jezelf zo aan laten prijzen. Nou, en dan zeg ik, ja, dat moet je wel doen. Hoe on-Nederlands het ook is. Durf erom te vragen aan je referenten dat ze dat in het openbaar doen. En als je gewoon solliciteert, dan wil dat ook jouw referent zijn. Dus zeker op LinkedIn. Ja, het is een verlenging van je bestaande netwerk. Dus informeren van jouw contacten is daar ook een stuk makkelijker geworden. Wat je op dit moment doet of wat je ambitie is, dat is allemaal heel makkelijk te volgen van anderen. En recruiters maken daarop. Netwerk, jouw eerste contacten en de recruiters die jou volgen, te informeren over wat jij allemaal doet en wat je ambieert, dat is heel belangrijk. Niet alleen maar nu om gevonden te worden voor een nieuw werk. Maar uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde functieduur in Nederland nu 2 jaar is. Dus het is belangrijk, niet alleen voor nu, maar voor de rest van je werkleven. Want je zult dan vaak op zoek gaan naar nieuw werk. Ja, en voor de gevorderde LinkedIn-gebruikers zijn er nog ontzettend veel tips te vinden in het boek. Waar je echt voordeel van gaat behalen. En wij zeggen dus gebruik alle tips, alle adviezen die wij in het boek geven om gevonden te worden voor nieuw werk. Voor nu en de rest van je werkleven.